Dus als je begrijpt hoe jouw brein werkt, heeft dat heel veel voordelen. Want het leven is makkelijker dan je denkt, maar moeilijker als je denkt. Nou, mensen leven vanuit de beleving dat we hele rationele wezens zijn die ook rationele beslissingen maken. Dat blijkt niet het geval. Wat onbewust gebeurt is 200.000 keer sterker dan waar jij je nu bewust van bent. En mensen herkennen allemaal dat je 's avonds om 8 uur als je Netflix kijkt zegt: oké, vanavond geen chocola en geen bier. En om 9 uur zit je toch met bier en chocola op de bank. Van wat gebeurt er in dat uur in dat brein? En dat vinden mensen altijd heel grappig. Bij mijn show gebruik ik natuurlijk ook breintechnieken. Dus ik weet wat het brein het belangrijkst vindt. Dat is de beleving, de emotie, de interactie. Dat er wordt gelachen. En op het moment dat je het publiek op die manier meekrijgt, dan pas gaan mensen openstaan om ook te kijken van, oh, kan ik nog eens een inzichtje opdoen? Nou, de thema's waar ik veel over praat is verandering, innovatie en ook samenwerking. En dan tijdens het verhaal krijg je ook een paar tips en tricks, maar ook handvaten van hoe laat je brein voor jou werken in plaats van tegen je. Mijn naam is Paul Smit, ik ben filosoof en cabaretier. En in mijn presentatie mix ik humor met neurowetenschap.